Dank u zeer, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, dit is het kabinet van het onfatsoen. Ze zijn onfatsoenlijk omdat ze AOW'ers laten stikken door een AOW niet mee te laten groeien met de stijging van het minimumloon. En dat is onvergeeflijk. AOW'ers die vaak hun hele leven keihard hebben gewerkt, die nu thuis zitten en hun inkomen niet meer kunnen verhogen door te gaan werken. Dat is niet alleen onfatsoenlijk, maar ook asociaal en gemeen. Het is heel erg gemeen. En alleen al daarom, het niet laten groeien van die AOW, alleen al daarom verdient Rutte 4 een motie van wantrouwen. Voorzitter, dit kabinet is ook onfatsoenlijk omdat ze de komende jaren maar liefst 75 miljard euro extra uitgeven, maar heel Nederland er toch financieel op achteruit laten gaan. En Rutte liegt als hij hier vandaag zegt dat er voor iedereen een lastenverlichting aankomt. Gezinnen krijgen van dit kabinet, volgens het Centraal Planbureau, zelfs een lastenverzwaring van 3,1 miljard euro voor hun kiezen. Het staat gewoon in de tabellen van het CPB. En het zou fatsoenlijk zijn geweest als een groot deel van die 60 miljard voor klimaat en stikstof gebruikt zou zijn voor meer geld voor de gewone man en vrouw in Nederland. Voor een echt betere koopkracht. De PVV vindt bijvoorbeeld dat de stijging van de energierekening voor gezinnen, voor huishoudens, volledig moet worden gecompenseerd. Maar dat doet het kabinet niet, want de gewone burger interesseert ze helemaal niets. Voorzitter, dit kabinet is ook onfatsoenlijk, omdat ze 400 miljoen euro op de verpleeghuizen bezuinigen. Waardoor onze ouderen het daar met maar liefst 6000 minder zorgmedewerkers moeten doen. Terwijl de verpleeghuizen al een gigantisch personeelstekort hebben, gaan er weer 6000 medewerkers af. Voorzitter, dit is een asociaal en onfatsoenlijk kabinet. Het is ook niet het kabinet Rutte 4, maar het kabinet Kaag 1, dat het verkiezingsprogramma van D66 uitvoert. Tientallen miljarden voor stikstof, klimaat, ontwikkelingshulp, cultuur, meer Europese Unie, meer asielzoekers, meer immigranten, meer ellende, maar miljoenen. Maar dan ook miljoenen Nederlanders snakken naar een betaalbare boodschappentas, naar een lagere energierekening, naar een fatsoenlijke zorg, naar een hogere AOW-uitkering, naar 10.000 extra agenten om die extra of niet groeiende criminaliteit in een straat, in een wijk, in een stad eindelijk eens goed aan te pakken. Voorzitter, veel Nederlanders snakken ernaar om weer trots te zijn op hun eigen land en hun eigen cultuur. En ze willen dat onze centen weer aan onze eigen mensen worden besteed. En dat de grenzen worden gesloten voor nog meer gelukzoekers, nog meer niet-westerse immigranten en nog meer islam. Maar het kabinet Rutte 4 negeert hun wensen totaal. Doet het tegenovergestelde en is daarmee, wat mij betreft, nu al een historisch dieptepunt. Nooit eerder hebben we de teleurgang en de verloedering van Nederland zo duidelijk in een nieuw kabinet teruggezien. Met Rutte 4 regeert een kleine elite die het zo te zien weer leuk heeft met elkaar, die zelf de zaakjes financieel goed op orde heeft, maar totaal, maar dan ook totaal is losgezongen van de werkelijkheid en lak heeft aan de gewone man en vrouw en hun zorgen. Van de mensen die het allemaal net niet krijgen, die ernaast vissen, waar u lak aan heeft, die u keihard in de kou laat staan. Voorzitter, dit kabinet verdient het daarom niet om nog maar één dag langer te regeren. En daarom mijn belangrijkste motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging, zegt het vertrouwen in het kabinet op en gaat over tot de orde van de dag. En voor het geval deze motie onverhoopt het niet haalt, heb ik nog een aantal moties om het beleid te corrigeren. En de eerste motie is als volgt. De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt het kabinet de AOW-uitkering wel te verhogen, gelijk aan de verhoging van het minimumloon, en gaat over tot de orde van de dag. En de tweede motie, mevrouw de voorzitter, luidt. De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de stijging van de energierekening voor huishoudens volledig te compenseren en gaat over tot de orde van de dag. En dan de zorg, voorzitter. Het is ook
Ongelooflijk dat nog steeds de capaciteit op de IC's niet structureel wordt verhoogd, minstens naar het Europese gemiddelde. Hoe vaak hebben wij, hoe vaak heb ik, hoe vaak heeft mijn collega Agema daar hier niet om gevraagd? En het gebeurt niet. Vandaar nog een poging en de volgende motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de IC-capaciteit structureel te verhogen naar het gemiddelde in Europese landen, wat neerkomt op 2000 en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, dan veiligheid. Mensen hunkeren, ik zei het net al, naar een veilige straat waar niet weer de 5.500 auto's in de fik worden gestoken, waar ze niet weer lastig worden gevallen, waar een fiets niet wordt gestolen, waar niet wordt ingebroken, waar ze niet worden bedreigd, waar de politie nu geen tijd voor heeft en waar het kabinet een kruimel aan besteedt. Dus, voorzitter, de volgende motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering 1 miljard euro structureel vrij te maken voor 10.000 extra agenten en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, als het gaat om de koopkracht, vinden wij ook, ik zei het net al, dat die 60 miljard euro die nu wordt besteed aan de linkse ideologische hobby van klimaat en stikstof naar de burger moet gaan, naar Nederland moet gaan. Daarom de volgende motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de 60 miljard euro die wordt gereserveerd voor klimaat en stikstof te besteden aan betaalbare boodschappen, benzine, energie, zorg, veiligheid en koopkracht en gaat over tot de orde van de dag. Dan nog, voorzitter, twee moties over terrorisme. Over de terrorist die de partij van de minister-president, de VVD, adviseert. En de partij, de VVD, heeft eerder, een aantal jaar geleden, een voorstel gedaan, wat nooit is uitgevoerd, om te zorgen dat mensen die veroordeeld zijn voor terrorisme, dat die altijd hun kiesrecht wordt ontnomen. En ik herhaal dat nu in de volgende motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het actief en passief kiesrecht van veroordeelde terroristen altijd ontnomen wordt en gaat over tot de orde van de dag. En tenslotte, voorzitter, normaal gaan wij in dit huis niet over wat andere partijen doen. Vandaar geen oproep aan het kabinet om iets te doen, maar een spreekuitmotie, want ik vind het zo verschrikkelijk schokkend dat die terrorist Soumaya Saleh adviseur is van de partij van de premier, dat ik vind dat de Kamer zich erover moet uitspreken. Vandaar de volgende motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat het zeer onwenselijk en onacceptabel is dat een veroordeeld terrorist adviseur nationale veiligheid is van de partij van de premier van Nederland en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wilders.